Wat hebben deze drie veel gestreamde albums van Jay-Z, Kanye West en Eminem met elkaar gemeen? Blijf kijken voor het antwoord. Ready? Oké. There are things you can say in a song that you would be too embarrassed to say in conversation. If you're in bed, you wouldn't say it because you spend all your time thinking, good heavens, I remember this. It was straight out of a B movie, you know, kind of. Gloria, how could you do this to me? And all of that. In a song, you can say it and it sounds correct. I am more than glad that you found me. Put your arms around me. Dit is Labi Siffre, een artiest uit Engeland die de liefste liefdesliedjes van de jaren 70 schreef. Zijn muziek was populair, maar hij werd daarna vergeten. Bijna niemand kent de naam Labi Siffre meer. En toch heb jij wel eens de muziek van hem gehoord. Siffre's belangrijkste album, Crying, Laughing, Loving, Lying, bestaat dit jaar een halve eeuw. I think I've stopped popping. I hope so. Het is een derde plaat waarmee Siffre voor het eerst een eigen geluid laat horen. Sommige liedjes werden zelfs grote hits, kwamen op televisie. Labi Siffre. Touch me in your own sweet way. Half as much. Alles lijkt erop dat Labi Siffre een grote artiest gaat worden. Een wereldster. Maar het tegendeel gebeurt. Het lijkt alsof Labi Siffre van de aardbodem verdwijnt. Wat gebeurde er met Labi Siffre?